Dat is dan 2185. Zo is het. Nee, marcheert niet. Bent u wel zeker dat er genoeg saldo op uw rekening staat? Allee, Karin. Volgens de Leo staat er meer dan 5000 euro op. Volgens mijn machientje is uw saldo wel ontoereikend, madame. Dan denk ik dat uw machientje verkeerd is. Je kunt rekenen, hè. Een paar weken geleden heeft mijn Leo via internet een volledig nieuwe goedkope autoverzekering aangegaan. Jammer, een autoverzekering van normaal 1200 euro voor maar 700 euro. Dat is 500 euro in de pocket. Dat is een heel mooie afslag, hè, madame? Ja, maar daar blijf ik niet bij, hè. Luistert, vorige week, de Leo stapt zijn auto in, rijdt van een oprit, pataat, knotst tegen een andere auto. Oh, ja, maar aan maanden zit ik te zeggen, kop een bril, maar nee. Gezien dat, hè? Oh, maar serieus in fout, hè? Oeh, in fout. Ja, dat kost geld, madame. Oh, tegen wie zeg dit? Ik zeg alleen Leo, er gaat uw profijt, hè? Hij was serieus aangedaan, zijn Karin. Och, garme. Maar totdat hij belde met die madame van de verzekeringen. En zei je niet eens zo, Chantal. Wij zijn met ons schat in de boter gevallen. Ja, maar hij beseft toch dat zijn premie een heel stuk naar omhoog gaat. Dat zei ik ook, maar hij zei zo, schatje, ik kreeg ik daar aan de lijn en ik weet hoe lief Hollands madameke, die zei tegen mij, nou meneer, zou u dat wel aangeven? Allee, zei mijn Leo, daarvoor bel ik dan toch naar u. En dat madameke die zei, nou, u weet toch wel wat er met de premie gebeurt. Ik zeg, valasse Leo, wat heb ik gezegd? Die premie die gaat serieus omhoog gaan. Dat is zo. Hebben... Dus ja, voilà, dat is zo inderdaad. Dus mijn Leo vraagt van, wat gebeurt er met mijn premie? Dat madameke die zei, nou meneer, als wij de schade betalen, dan stijgt de premie tot 2100 euro. Ik zeg, allee, dat is draak hier zoveel. Ja, 2100 euro is wel veel, maar dan bij ons was het niet zoveel. Ja, maar allee, je kent hem, hè, Karin. Ja, ik weet er allemaal niks van, hè. Komt er nog eens bij, dat verschil van 1400 euro, dat betaalde niet dat jaar, maar nog verschillende jaren verder, hè. Dus dat madameke die zei, meneer, kijk, als u zelf de schade betaalt, dan doet u meer dan 4000 euro profijt. Ja, 4000 euro is mooi, maar het is wel niet normaal dat je zelf uw schade betaalt als je verzekerd bent, hè? Ja, dat heb ik hem ook gezegd, maar je kent hem, hè. Ja. Hij zei, schat, lustert, eerst zoek ik meer dan 500 euro profijt, dan meer dan 4000. Dat is bijna meer dan 5000 euro dan wij... In de chacos. Ja. Plus, wat dat ook heel chic is, ze betalen nog eens de schade van de tegenpartij. Oh ja, want ze zijn ook nog eens onze bankier. Aha. Ja, dat is wel een heel schone service, hè, Chantal? Oh, zal nog niet. Ik zou toch misschien wel best eens naar de bank bellen voor uw kaartje, want dat zal niet meer marcheren. Ja, zeg, Karin, kunnen dat even allemaal opzij liggen? Dan ga ik eens naar mijn Leo, dan ga ik eens vragen of dat hij eens naar de bank belt. Belt de Leo, maar. Allee, tot straks, hè. Dag. Uw makelaar helpt u echt besparen.